Jeffrey Gouwenleeuw. 2-0 verlies tegen Benfica. Moet je gewoon erkennen dat die... dat zij gewoon veel beter waren. Ja, natuurlijk zit er een verschil tussen hun en ons. Dat weet je van tevoren. Maar kansloos ben je nooit natuurlijk. Alleen vandaag hebben we te weinig gecreëerd om hun pijn te doen, denk ik. Ja, 40 minuten dan nog de nul gehouden. Maar ja, ik had steeds het gevoel van... ja, het kan niet zo lang meer duren. Ja, we kregen een paar schietkansen van randje 16, iets erbuiten. Maar ja, hoe we die goal weggeven is wel uit het niets eigenlijk. Volgens mij begon het bij een ingooi van ons. En dan zie je dat hun binnen een paar seconden bij de goal zijn. En, Salvio is binnen 4 seconden geloof ik bij de cornervlag. Gelijk straffen ze het af. En ja, dat is wel het verschil, denk ik. Ja, Salvio op Rodrigo. Die tweede goal, het was niet hetzelfde, maar wel dezelfde spelers. Ja, geweldig voorzet van hem. Hij bracht over mij en zelfs over Esteban heen. En, ja, dan zie je dat het gewoon hele goede spelers zijn. Hoe kijk je nou terug op deze Europese campagne? Nou, met een goed gevoel natuurlijk. We hebben het heel goed gedaan. We zijn ver gekomen, denk ik, als enige Nederlandse club. En het is geen schande dat je van Benfica verliest uiteindelijk. En ja, ik denk dat we toch wel gewoon trots mogen zijn. Ja, want het is dan maar 2-0. Kijk je er zo naar? Ja, misschien kan je het zo zeggen. Ze kregen nog wel een paar kansen, tweede helft ook nog wel. Wij zelf hebben niet heel veel gecreëerd. Misschien alleen een schot van mij wat overging. Maar ja, het is geen schande om hier te verliezen. Nee, je dook opeens op in het strafschopgebied. Hadden ze niet verwacht? Nee, hadden ze niet verwacht, denk ik. Ik zelf waarschijnlijk ook niet, want anders had ik hem wel beter geschoten. NEC wacht, hè? Nu, zondag. Ja, zo snel mogelijk weer herstellen. En, ja, je weet dat de vermoeidheid er is met meerdere spelers. Dus voor meerdere spelers dat er zoveel wedstrijden wordt gespeeld natuurlijk. En, ja, zondag moeten we er gewoon weer staan. Ja, is dat lastig als je dan hier in het Stadio de Luz speelt en dan mag je tegen de Nijmegen-Eendracht combinatie? Nee, lastig. We moeten gewoon zorgen dat het play-offs halen. Dat kan bijna niet meer mis natuurlijk. Maar ja, we willen volgend seizoen ook weer Europees voetbal halen natuurlijk. Houd je dat verder allemaal een beetje vol? Want ik weet niet hoeveelste wedstrijd voor jou dit is dit seizoen. Dus als het goed is dit mijn 58e wedstrijd.